Tja, Subaru. Ik vind het gewoon een heel sympathiek merk. Kijk, het scheelt zeker niet van de daken dat het heel goed is of de beste van allemaal. Maar het is wel gewoon een merk waarvan de auto's elke dag weer opnieuw gewoon starten. Ja, en een review maken over een Subaru, dat is over het algemeen vrij gemakkelijk. En helemaal met deze, want deze heeft ook nog eens een hybride motor. Daarover later meer. Maar verder kennen we Subaru natuurlijk van ja, fijne boxermotoren, standaard rijke uitrusting en vierwielaandrijving. Maar laten we eerlijk zijn, hè? Wanneer heb je nou echt nog vierwielaandrijving nodig? Nou ja, er zijn nog wel gebieden hier in Nederland. Zeker als het wat natter, drassig, zandig is. Waar dat echt nog heel handig kan zijn. Ja, ook dat gaat nog steeds super met deze Subaru. De vierwielaandrijving zorgt er natuurlijk gewoon voor dat je met deze auto op plekken komt waar je met andere auto's niet komt. We zijn nu hier lekker in het groen. Ja, en naast dat we in het groen zijn, zijn we met deze auto ook nog eens groen bezig. Of groen bezig. In ieder geval een stuk groener bezig dan zijn voorganger. Deze auto heeft namelijk als eerste Subaru een hybride motor. Ja, en hoe werkt dat dan, hè, bij Subaru hybride? Nou, dat hebben ze eigenlijk best vernuftig opgelost. Voorin zit nog steeds die 2 liter boxermotor met al die heerlijke karakteristieken die we al zo vaak hebben besproken. Ja, en daarnaast hebben ze in de CVT-automaat eigenlijk een klein accupakket gekoppeld. Dit heeft een aantal voordelen. Allereerst zorgt het voor zo'n 10% zuiniger verbruik. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar ook het praktische gedeelte is hierbij niet onbelet gelaten. Want die 2 liter boxermotor is nog altijd een turboloze. Je mist daardoor misschien wat trekkracht onderin. En juist, terwijl we hier nog door een paar extra kuilen en plassen gaan. Dat gaat ook nog steeds heel goed. En juist, die elektromotor zorgt ervoor dat die motor wat meer trekkracht onderin heeft. En dat is natuurlijk weer lekker als je, nou ja, of je op van die bospaden rijdt met de 4x4 lekker aan. Of een caravan track bijvoorbeeld. Ja, nu we dan toch weer over dat caravan track hebben. Kijk, bij veel andere merken, zodra de elektrocomponenten worden toegepast aan de hele aandrijflijn, dan gaat het trekgewicht vaak omlaag. Niet bij Subaru. Die blijven echt trouw aan die caravan tracker. Dus dan zie je ook dat deze auto nog steeds gewoon een hele grote caravan van 1870 kilo kan trekken. Nou, dat is natuurlijk lekker. Helaas is volledig elektrisch rijden met de Subaru echt wel een opgave hoor. Dat kan alleen als je echt heel zuinig bent met het gaspedaal en tot maximaal 40 km per uur. Dus je moet het echt zien dat deze elektromotor ja, de auto helpt om nou, dus lekker vlot weg te trekken in terrein rijden zoals dit. En te zorgen voor een wat lager brandstofverbruik. Ja, dan nog even toch over dat verbruik hè, van die Subaru. Want die elektromotor zorgt er natuurlijk voor ja, dat het allemaal wat zuiniger kan. En dat is geen overbodige luxe in een auto zoals deze. Want deze auto, ondanks dat het verbruik al met 10% dus is afgenomen, ja, zitten wij toch op een verbruik van 1 op 10 gemiddeld. Daar moet je gewoon rekening mee houden als je een auto koopt. Je kan er heel veel fun mee hebben in het bos, caravan trekken, het kan allemaal. Maar het verbruik, ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Wat wel leuk is, is dat je hier dus op metertjes kan zien hoeveel benzine je eigenlijk hel hebt bespaard door het gebruik van die elektromotor. Nou, af en toe zul je zien dat als je net een bocht uitaccelereert of als je gewoon niet zo hard rijdt, dat de motor zich daadwerkelijk ook helemaal uitschakelt. Je ziet dan ook daadwerkelijk nul toeren op het display staan. En op dat moment rij je dus alleen maar op de elektromotor. En dan heb je hier een metertje die dus laat zien
hoeveel tijd je tot nu toe al op de elektromotor hebt gereden. Dus Vulco is gisteren met dit ding een hele dag op stap geweest. En die heeft dus gepresteerd om met deze auto 1 uur en 20 minuten alleen maar elektrisch te rijden. Dat is natuurlijk best veel. En dat zijn dus niet hele lange stukken, maar elke keer net even dat eerste optrekken of het uitrollen naar een stoplicht. En dat bespaart dus best wel wat brandstof. En die brandstofbesparing die zie je daar dus ook onder. Op één dag is dat 850 milliliter. Is het veel? Nou, misschien niet. Maar ja, ga het eens uitrekenen over de hele leeftijd van zijn auto. Ja, dan heeft het natuurlijk op brandstofgebied ook wel voordelen. Ja. En ook op de weg doet deze Subaru het erg goed. En dat heeft mede te maken met al zijn uitrusting. Het is gewoon echt een lekkere auto. Hij heeft bijvoorbeeld lekker stoelverwarming, stuurverwarming. En elke Subaru heeft allemaal van die camera's hier ook zitten. Waarmee je allemaal adaptieve rijassistent heeft. Zo heeft hij lane assist en adaptieve cruise control. Ja, daarnaast is de Subaru ook gewoon altijd lekker praktisch. Ik zal een paar dingen uitlichten. De deuren bijvoorbeeld. Die gaan bijna helemaal haaks open op de koets. Nou, dat is natuurlijk fijn voor instappen. Dan heb je hier ook nog een paar treeplaten waarop je letterlijk kunt gaan staan. Dus als je dingen op Imperials wilt binden, kan je hier echt goed op staan, lekker je gang gaan. Dus daar hebben ze goed over nagedacht. En hier achterin de auto automatische kofferklep is natuurlijk ook altijd fijn. Ja, er zit natuurlijk een accupakket in deze auto, maar dat merk je eigenlijk niet zo. Je hebt gewoon echt heel veel ruimte, ook achterin. Er is zelfs nog ruimte hier onder in de plank waar je nog wat spullen kwijt kan. Ook dat is praktisch. Ja, en wat natuurlijk ook altijd heel fijn is, zijn die clipjes hier. Waardoor je in één keer mega veel spullen mee kan nemen. Dus ja, niet alleen in het bos, maar ook gewoon voor praktisch dagelijks gebruik en op de weg. Ja, staat hij zeker zijn mannetje. Ja, deze Subaru Forest, hij doet echt zijn naam eer aan, hè. Forest Bos. En daar voelt hij zich heel erg thuis. In van die zanderige omgevingen of blubber, modder. Ja, gewoon lekker freewheelen door de natuur. Dat is natuurlijk erg leuk om te doen. Maar of je die auto nou voor dat inzet of voor ja, praktisch gezinsgebruik, eventueel zelfs met caravan erachter. Ja, ook daar doet de Subaru het gewoon erg goed. Nou, dat in combinatie met die nieuwe hybride aandrijflijn zorgt natuurlijk weer voor een iets beter brandstofverbruik, iets beter kracht onderin. Ja, het is erg leuk om te rijden. Dus dat is ook wat wij nog even gaan doen. Ik zie daar nog een mooi bospad en die is voor mij. Welkom bij auto. Ja, zeker wel. Johnny, taxi Johnny. Ah! Vond je dit nou leuk? Super handig, hè? Hoe je de klep moet lopen. Kat! Rijden!